dames en heren, wat een entree. En voor mij ook alle nieuwe technieken, allemaal even wennen. Hartelijk welkom allemaal en iets bijzonders hartelijk welkom, collega Hildebrand, mevrouw Asparenbosch, leider, Jetskees, mijn collega. En dit soort stukken toch gelijk echt was. Dames en heren, we staan er niet zo bij stil, maar er is weer een nieuwjaarsconcert. Nieuwe mensen, u kent ze misschien wel, maar ze komen zelden naar voren, hebben de draad opgepakt en hebben het weer weinig verder gevoerd en er zich weer voor ingezet. Alleen, het gaat niet vanzelf. Zoals ook het terugkijken naar het afgelopen jaar en het vooruitkijken naar het nieuwe jaar niet vanzelf gaat. Ik heb het vaker gezegd, het zou eigenlijk een soort automatisme moeten zijn. Even terugkijken en dan weer verder gaan. En eigenlijk heb je er ook geen speciaal, wat kunstmatig, wat is in januari, moment voor nodig. Vroeger leek het wat anders. Oude dingen verdwenen, ging als het ware automatisch over in iets nieuws. En misschien waren natuurrampen nog wel de enige echte forse ingrepen in het leven van mensen, maar zij vierden toen wel degelijk oud en nieuw. Want voor hun was elke verandering een ingrijpende. En in ons bestek, wat wij kunnen overzien, zijn er nog heleboel dingen bijgekomen. Technische rampen, we construeren politieke systemen en bewuste oorlogen. En de gevolgen van al die zaken gaan veel verder dan ooit. Ik heb vorig jaar de gelegenheid van 4 mei in aanwezigheid van onze Canadese bevrijders en navolgers, toen wij 45 jaar einde van de oorlog vierden, gezegd dat toen juist ook die onbewuste en door niemand verwachte verandering in Oost-Europa het moment was van toen pas 45 jaar echt einde van de oorlog. Maar is dat wel zo? Kunnen wij wel in vrijheid en met die vrijheid leven? Er was ontspanning in Oost-Europa, maar die spanning blijft alweer. En even terzijde, op 45 jaar geleden werden de kastanjes door anderen uit het vuur gehaald en het lijkt erop dat dat nu weer zo is. Discriminatie elders in de wereld lijkt minder te worden. En de groepen die overleden, die dreigen elkaar nu te bestrijden. Elders is er steeds, nog steeds, steeds meer honger. En wij overeten ons. Geld voor anderen in nood is heel moeilijk en moet met veel tamtam bij elkaar worden verzameld. Maar vuurwerk, al dan niet illegaal, steken wij met miljoenen in één klap af. En Sinterklaas, u kent het liedje nog wel, vol verwachting klopt ons hart. Wij dachten, dan krijgen we iets, is al lang overwoekerd door kerstmis. Kalkoen eten is al uit. En als je een video kijkt, krijgt, dan zeg je, ach, die heb ik al. Kunnen wij wel in en met uw welzijn leven, dus maar 45 jaar geleden. En misschien wat concreter. Echte lieden, en soms gebeurt dat, die uit elkaar gaan, die elkaar het leven dan toch nog zuur blijven maken. Ook in eeuwen. Families die jarenlang ruzien, ook voor de rechter. Ook in eeuwen. Letterlijke klappen tussen mensen, waar soms ook kinderen bij betrokken zijn. Ook in eeuwen. En mensen die je anders nooit ziet, die wel kritiek hebben op zaken. Ook in eeuwen. Dan een platform van de grond te krijgen om ons bezig te houden met zaken in andere delen van de wereld die ons nodig hebben, lukt niet erg. In eeuwen. En naast alcohol een oud probleem, leiden wij ook aan drugs, want dit jaar viert Hoogwulle het 100-jarig bestaan in Eelde. Blijkbaar hebben wij de tijd en de welvaart om zo te leven en om dit soort dingen zo te doen. Misschien is het daarom ook toch maar goed dat we bewust nieuwjaar vieren. En dat we, dat is typisch Eelde, voor en door onze eigen mensen, een nieuwjaarsconcert ons kunnen veroorloven.
en ook kunnen organiseren. Goed om even die terugblik en even die blik naar voren te geven. En daarbij die muziek, die stimulans die het altijd weer geeft. Geen automatisme op dit concert, ik zei het in het begin al. Het moet georganiseerd worden, het moet ingespeerd worden en mensen moeten er zich voor inzetten. Misschien is het goed om ook dat automatisme niet zo voor te zetten dat we dit concert altijd in dezelfde vorm houden. Misschien moeten we een ontmoetingspunt voor burgers, organisaties, bestuur creëren waar we kort de gelegenheid hebben om dat oude jaar af te sluiten, afspraken te maken voor het nieuwe jaar, kortom een bundeling waarbij muziek, dat moet er wel bij, een leidraad vormt. Voor vanavond wens ik u veel genoegen. De uitvoerende deel vindt u hier achter mij. Veel genoegen en sterkte. En u allen ook namens mijn vrouw een jaar waarvan we aan het eind kunnen zeggen, niet slecht. Dank u wel. Ik heb een andere microfoon dan gisteravond, dus ik kon het polletje even niet vinden. Hartelijk dank, burgemeester, voor uw welgemeende woorden. Dames en heren, goedenavond. Namens alle medewerkers aan dit alweer 8e nieuwjaarsconcert wens ik u allen een gezond en voorspoedig 1991. U hebt al een hele tijd aan kunnen kijken tegen deze mensen. Deze mensen vormen samen het Eelde Kamerorkest Scaramouche. En Scaramouche gaat voor u spelen het eerste en het derde deel uit de derde symfonie van Schubert onder leiding van André Katz. Thank you.
Thank you.
tussengordijnen? Bent u dan dus getuige van deze volksverhuizing? Gelukkig hebben we mensen van Nieuw Leven bereid gevonden om te zorgen dat het toneel stoelvrij wordt, zodat u zo snel mogelijk kunt gaan luisteren naar de zang van de plattelandsvrouwen. U kunt alvast genieten van het stemmen van het trompetje. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, dames en heren. Voordat de dames gaan beginnen, wil ik graag nog een applaus voor de heren in het donker, daar langs de zijkanten, omdat ze zo snel het podium van de stoelen hebben verlost. Dank u wel. Dan gaan we even plaatsen, want nu zijn de microfoons voor het plattelandsvrouwenkoor van Ilme Paterswolde. Ze zingen, nou dames en heren, echt hoor, ze zingen het hoogste lied. Want, en dat is vanuit de zaal helaas bijna niet te zien, de dames gaan het nieuwe jaar in spiksplinternieuwe rokken. En die hebben ze allemaal zelf gemaakt. Voor de dames uit stad zijn gegeven voor het Napolitaanse lied Santa Lucia van Theodor Cottrop.
tijdens de volgende selectie ondersteuning van een jonge trompetist van de muziekvereniging Nieuw Leven. En dan zeg ik iets wat velen van u misschien wel al weten. Een selectie bestaat uit meerdere delen. Maar het is echt heel erg duidelijk te horen wanneer het slot van het nummer eraan gaat komen. Dus dit zeg ik even in verband met uw applaus, dat het niet te vroeg gaat. Dat u niet te vroeg gaat applaudisseren, want dat stoort zo vreselijk. Dames en heren, een selectie uit de opera Martha van Friedrich von Flotow met als solist Berry Zuidlaan. Oh.
heeft hij me laten horen. En ik geloof vast en zeker dat we nog erg veel van hem zullen horen in de toekomst. Graag nog één applaus. Ja, kom alsjeblieft even naar voren. Dat moest me toch even van houden, omdat voor hem zo sneu. Dames en heren, een vis. Zolang het water voor de vis helder is, tenminste voor de vis waarover het plattelandsvrouwenkoor gaat zingen, heeft die vis niets te vrezen. Maar als de visser datzelfde water troebel maakt, kan hij het net niet meer ontwijken en is het heel snel met de arme vis gebeurd. En dan heb ik het over de forel. De dames van het plattelandsvrouwenkoor onder leiding van Rien Snijder gaan zingen Die Forellen van Schubert. Thank you.
Dank u wel, Thomas van Voort. Dank u, mevrouw Tammy Zandwelle. En hartelijk dank, Rien Snijder. Ik ga even naar de andere kant, want de beurt is nu aan het operettenkoor Adel. Dames en heren, wie kent niet het verhaal van Elize Doolittle? Het Londense bloemenverkoopstukje dat in 1912 van een professor Henry Higgins onderricht krijgt in het ABE, oftewel het algemeen beschaafd Engels. Weet u nog dat na veel oefenen het haar lukte om in keurig Engels te zeggen: The rain in Spain goes mainly in the plain. Oftewel, dit kan wel op meedoen denken. Het Spaanse raam heeft de orkaan doorstaan. Ja, het komt een beetje aarzelig, maar weet ik wel. De professor neemt het bloemenmeisje ook mee naar de paardenrennen van Ascot. En hoe het daartoe gaat, laat Ado u horen. Ado staat onder leiding van hun dirigent Willem B. Hoyting. Dames en heren, Willem, wacht nog even totdat er een microfoon bij komt. Dus verzoek u ook even te wachten.
is de titel van een roman van Edna Ferber. Oscar Hammerstein bewerkt het verhaal tot een musical. Jerome Kern was de man die de muziek ervoor componeerde. En Martha Steringa en Piet Wond soleren in Showboat. Why do I love you? Story van Leonard Bernstein.
Willem. Hoi, Tim. Misgaan. Een toneel half vol stoelen. We weten ook dat het niet zo'n fraaie aanblik biedt, maar het is echt nodig. Want zometeen komt de groep van ADO op en die wilden u een verrassing bezorgen.
En als ze hier dan al zouden zitten, wanneer die naar de pauze binnen zou komen, dan vonden zij het in ieder geval minder leuk. De operette Ado laat u genieten van operette melodieën. Ze brengen een selectie uit de operette Die Bloemen van Hawaii van Paul Abraham. En als u goed op de kleding let, dames en heren, dan waant u zich op Hawaii. Ik zou zeggen, de boordenknopjes waar een beetje los op gaat het er warm van krijgen. Dames en heren, Ado met Die Bloemen van Hawaii. Thank you.
rustiger beeld op uw netvlies gekregen. Hij ziet u ze duidelijk staan. De Hawaïaanse danseressen Wilmin, Tini, Anita, Raquel en de dames. Aan de slag, matrozen. Niets maar wachten op aan boord geldende instructies. Onmiddellijk uitvoeren. U ziet, het wordt weer keihard gewerkt om het volgende, alles in orde te brengen voor het volgende optreden. En wat het precies komt, moet u van u aannemen, want dit toneel, deze vloer, staat volgeplakt met rode en gele stickertjes. Op elk stickertje moet één stoel staan, want anders lopen we straks de kans dat één van de muzici moet staan. En dat is niet zo plezierig. Maar u kunt zich alvast verlekkeren bij de gedachte dat ons eigen nieuw leven zometeen hun beste beentje voor gaat zetten. Onder leiding van Arno Beert en onder aanvoering van diezelfde man komen ze nu opmarcheren. Nieuw leven! Hier is één stip zonder stoel. Dat worden straks weer problemen. Nou, we wachten maar af. Iedereen zover dat we bijna kunnen gaan beginnen. Ik ga alvast het eerste nummer aankondigen. Deze mensen zijn zo snel. Nieuw Leven begint haar bijdrage aan dit concert met het oog op het Europa van 1992 met de Europamars van Václav Vaka. Uw leven staat zoals altijd onder leiding van hun dirigent Arno Beerts. Thank you.
laatste werk van de Franse componist Joseph-Maurice Ravel is ongetwijfeld zijn bolero. De man achter de kleine trom is de solist in dit nummer en wat die man er straks uit moest slaan, dat ligt er niet om volgens de dirigent. Ik wens u heel veel luisterplezier bij de bolero van Ravel.
Dames en heren, heeft u gehoord wat die trommelaar ervan maakte? Hij heeft het hele nummer lang één en hetzelfde ritme moeten spelen. Wil jij alsjeblieft een eindje op je tribune klimmen en we gaan nog een keer voor jou applaudisseren? Want beetje hoger, beetje hoger. Citeer ik jou, Arno, over One Moment in Time zijn. In deze tijd van vereenwording en bezinning tussen Oost en West, is het goed om even een moment stil te staan in deze tijd. Einde citaat. One Moment in Time. Eelde ter oren.
Hij kocht de blouse, gaf het aan Nieuw Leven en zei daarbij, jullie krijgen dit van me, onder één voorwaarde, dat je het nummer speelt op het nieuwjaarsconcert. Nou, Nieuw Leven heeft dat natuurlijk onmiddellijk beloofd. Heeft Jan Smulman hartelijk bedankt en hier komt hij dan, de St. Louis Blues van W.C. Handy en van Janne Smulman. Spelen en zingen in de Mystic Land of Egypt.
dames en heren, voor uw oog onttrekt zich zometeen weer een kleine, nou wat zeg ik, mag het best een grote volksverhuizing. Omdat iedereen die u vanavond heeft zien optreden nog één keer voor het voetlicht mag komen. Wij besluiten dit nieuwjaarsconcert namelijk met een gezamenlijk optreden van Scaramouche, het koor van de plattelandsvrouwen, ADO en Nieuw Leven. En Nieuw Leven maakt op dit moment de stoelen voor Scaramouche vrij. Dames en heren, heeft u trouwens in de Dorpskranten het artikeltje gelezen over de voorbereidingen voor deze avond? Ik neem aan van wel. Nou, ik kan u zeggen, ze is er. Ze zit in de zaal en nou heb ik het over een dame die 9 jaar geleden op het idee kwam van dit jaarlijks terugkerend muzikaal gebeuren. Die dame was mevrouw Jantje Boerma. Applaus voor Jantje en haar prima idee. Dames en heren, nog eventjes en dan komen ze. Scaramouche, het plattelandsvrouwenkoor en de operettevereniging ADO. Voorstellen dat Scaramouche wat het geluid betreft, wat het volume betreft,
nooit tegen nieuw leven op kan. En dan krijgen ze dus een beetje ondersteuning van de microfoons. Dames en heren, wij zijn wat blij dat deze opmars zonder ongelukken is verlopen. Want u hebt er geen idee van hoe die trapjes naast het toneel, hoe moeilijk die te belopen zijn. En vooral als je dan een nauwe rok draagt en hoge hakken, dan valt dat niet mee om daar zonder kleerscheuren letterlijk langs naar boven te komen. Deze groep mensen, dames en heren, zingt en speelt voor u in een bewerking van Willem Huyting en ook onder leiding van Willem Huyting uit de musical The Cats, het nummer Memory.